ben Maud Berghuizen, ben 19 jaar en doe de opleiding Smart Industry. Ik loop nu stage en ja, hier probeer ik een beetje het proces wat te verbeteren. Als meisje zijn ben je daar wel een beetje in de minderheid, maar als meisje zijn dan krijg je ook veel meer voor elkaar, heb ik wel een beetje gezien. Gewoon omdat je met een ander fris oog naar kijkt, zie je toch wel wat makkelijker gaat soms. Ik vond het allerleukste project de Smart Car. Eigenlijk begonnen we met niks, met een paar wieltjes en een plaatje waar je alles op kon vastmaken. Dan begin je toch wel een beetje met het programmeren en dan het laten volgen van een lijn of het laten stoppen voor je voeten. Dat is toch wel heel erg gaaf dat je dat toch wel kan, dat het toch wel echt een beetje ook de toekomst is. Ja, ik ben Silke Kromman, ik kom uit Aalten, ik ben 19 jaar en ik studeer werktuigbouwkunde aan het Graafse College in Utrecht. Ja, ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het heel leuk vind om dingen te maken en uiteindelijk te zien wat ik gemaakt heb en wat ik bereikt heb. Ja, ik vind het heel jammer dat gezegd wordt dat techniek voor mannen is, want vrouwen kunnen het net zo goed doen en we zijn er zelfs misschien nog wel beter in als mannen. Ik ben Anne Saring, 19 jaar oud en doe de opleiding Industrial Design op het Graafschap College. Bij de opleiding Industrial Design ga je een stukje dieper in op het tekenen, maar je hebt ook nog gewoon de werkplaats waar je lassen leert, CNC. Als je als meisje denkt dat je de techniek graag in wil, zou ik het aanraden om het gewoon te doen. Ja, je vindt je draai wel. Hallo, ik ben Nancy en ik doe de opleiding applicatieontwikkelaar op het Graafschap College. En met deze opleiding kun je front-end gaan doen, dat is dus websites maken voor andere bedrijven. Je kunt ook back-end doen, dat is dus achter de schermen werken. Dus je focust niet op het design van het website, maar meer aan de achterkant van het website, hoe het werkt. Nou, ik ben Laura, ik ben 18 jaar. Ik doe mechatronica op het Graafschap College. Ik zit nu in het derde jaar. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een vechtrobot gemaakt. Daar hebben we de besturing voor moeten maken, we hebben moeten ontwerpen, we hebben eigenlijk het hele proces moeten doen. Zelfs in de werkplaats hebben we hem in elkaar mogen zetten, mogen lassen. Ja, eigenlijk van 0 tot 100 mogen we hem helemaal maken. Er zijn niet heel veel meisjes op de opleiding. Maar degene die er zijn vind ik op zich wel gezellig. Want je hebt niet echt meidendrama en dat soort dingen allemaal. Maar op zich zouden het er wel meer mogen worden. Want we hebben iets meer versterking tussen al die mannen. Ik ben Kim Maaldrink, 18 jaar. Kom uit Zelhem en ik doe de opleiding Allround Constructie niveau 3. In de opleiding leren we van alles. We beginnen met basisvaardigheden. En uiteindelijk kun je zelf een vrije invulling van wat je allemaal wil gaan leren. Ik raad iedereen aan om toch de techniek in te gaan, want het is leuk werk, het is variërend werk. En uiteindelijk is het allemaal zo gemechaniseerd dat het niet per se zwaar werk hoeft te zijn. Ik ben Amber en ik doe de opleiding Technisch Specialist Persoon in Auto's, oftewel automonteur. Nou, de werkzaamheden die we vooral doen is heel veel ook met praktijk. We doen heel veel sleutelen en we hebben nu ook een paar boeken al gehad. En wat we eigenlijk leren in de boeken, dat leren we ook in de praktijk doen. Zelf vind ik wel het leukste om echt wel lekker bezig te zijn en lekker te sleutelen. En ook wel, zo kan je ook wel het meeste het resultaat zien van wat je nou echt hebt gedaan en geleerd. Wij maken het. Wij maken het. Ik maak het. Wij maken het. En nu jij nog. Nu jij nog.